De kinderen van de andere klassen die niet mee zijn op de sportklas, die zullen naar de kleuterschool worden doorgestuurd. Op de kleuterschool worden die opgevangen door de leerkrachten en door de mensen van slachtofferbejegering van politie. Zij zullen geïnformeerd worden en daarna zal bekeken worden in welke mate de klassen al dan niet, de lesjes al dan niet kunnen doorgaan. En de ouders, zijn die al ingelicht? Wat gebeurt er daarmee? De ouders worden momenteel opgevangen door mensen van slachtofferbejegening van politie en door mensen van Gasthuisberg. Het is echt opvang. Zorgen dat de mensen slachtofferbejegening krijgen. En we proberen de info die we hebben zo snel mogelijk door te geven. Maar nogmaals, dat is dus niet evident. Het is afwachten wat van binnenlandse en buitenlandse zaken doorstroomt om hen zo snel mogelijk te kunnen informeren.